Ajax spot Kudus opvolger. Feyenoord weigert te capituleren in dubbelslag. En Bosbal krijgt vorm bij PSV. Dit is Done Deal. Here we go. Karim Benzema has gone. Kutsu naar Benfica. Most expensive teenager of all time. Dan heeft hij toch maar zijn data gekregen. Ik was wel verrast, ja. Simons, en daar is hij wel. Mannen, daar zijn we. Is het Done Deal? Goedemiddag, hoe is het? Van weg geweest, Emiel. Ja, mijn grote rentree. Ik had al door aan de slingers en alles erop gehangen was. Dus waardeer ik. Ja, wordt zeer gewaardeerd. Ja. Nee, goed om terug te zijn. We gaan maar meteen beginnen. De arbitragezaak tussen Eiting en Volendam. Heel kort nog eventjes. Gisteren natuurlijk geweest in Zeist. Wat was de conclusie? Ja, volgens mij zijn ze nog niet opgeschoten, want er is geen uitspraak gedaan. Ja, het is heel duidelijk. Volendam wil hem best verkopen, maar niet voor het geld dat Twente biedt. Nee. Dat is namelijk een 500.000. Ze willen, ja, ken je Molenaar, de bekende oud-voetballer die ook als jurist bij Volendam natuurlijk zit. Die zegt dat iedereen weet dat Eiting natuurlijk 2 à 3 miljoen waard is. Ja. Dat gaat Twente niet betalen. Dus, nee. En dat snap ik ook wel. Jij? Dat snap ik ook wel. Ja. Ja, omdat, ja, goed, het is een heel ingewikkeld verhaal, maar Volendam heeft hem ook een soort van gepiepeld, vindt het kamp Eiting, door zijn contract ondertussen met een jaar te verlengen. Ja, en ze hebben gewoon oneenigheid over of ze een gelimiteerde transfersom hebben of niet. En op dit moment is er nog geen duidelijkheid. En moet de rechter, of in ieder geval degene die erover gaat bij de KNVB, die moet dat bepalen. Ja, wat is Eiting waard volgens jou? 5 ton is ook wel echt te weinig, dat toch? Vind ik ook weinig. Ja. Die 2 à 3 miljoen is helemaal geen gek bedrag, toch? Alleen is het juridisch nou eenmaal, hebben ze een poot om op te staan door die clausule. Dat is een beetje faal, toch? Ik denk dat 2 à 3 miljoen is en Bojamba waard. Die is stukken jonger. Ik denk dat zijn potentie nog een stuk hoger ligt. Ik denk dat Eiting is nu 25. Ja, daar 3 miljoen voor een club als Volendam vind ik veel geld. 1,5 zou heel netjes zijn, denk ik. Weten we dat Twente ook zijn rookie voor veel meer heeft verkocht? Ja. Uiterlijk 24 augustus wordt de uitspraak gedaan. Dus dat gaat nog een vervolg krijgen. Ik wilde beginnen met de Ajax-mannen. Alleen net kwam er een pushmelding binnen dat Idrissi onderweg is. Dat het nu wel rond gaat komen, toch? Ja. Persoonlijk akkoord. Ja. En dat zat er dik aan te komen, hè? Sinistera hing ook even in de lucht. Ik denk niet dat ze allebei gaan komen. Nee. Jij? Dat denk ik niet. Nee. En ik denk dat je met Sinistera wel net even 3 stapjes verder was geweest. Desondanks is Idrissi natuurlijk gewoon een hartstikke mooie kracht. We hebben hem afgelopen jaar bij Feyenoord gezien. Supergoeie meerwaarde gehad. Het is meer van in het kampioenschap. Ja, hij heeft van 5 goals. Want dinsdag ook werd het ook al benoemd. Maar 5 goals, 5 assists of zo. Ja. Is niet voor een kampioen, zelfs al is hij niet heel veel. Maar hij is natuurlijk wel belangrijk in dat samenspel. Gewoon in dat hele, de machine die Slot heeft gebouwd, is hij natuurlijk wel een heel belangrijk radertje geweest. Hij en Hartman vinden elkaar natuurlijk blindelings. Wat ik wel lastig vind, is dat je nu. Ze hebben heel veel buitenspelers. En ook heel veel in dezelfde kwalitatieve categorie, vind ik. Ik vind dat ze allemaal net iets beter dan elkaar zijn. Of het was wel lekker geweest als je er 2 had. Die echt even buiten categorieën fietsen. Het is dat hetzelfde als vorig seizoen. Want toen had je ook 4 buitenspelers die eigenlijk allemaal steeds wisselden elke week. Aan het einde natuurlijk wel een duidelijke formule had Slot gevonden. Maar in de rechterkant, Jan Baks, Del Rosun. Die speelt dan nog steeds trouwens. Ja. Wat daarmee gaat gebeuren. Hollemark speelt er nog. Stengs is erbij gekomen. Heb je links nu dus geen Sinistera helaas. Was het maar zo. Mm-hmm. Bij Xau en Idrissi. Minté. Sauer ook nog. Sauer ook nog. Opties zat. Er moet er eentje weg. Dat is 1 ding wat zeker is. Want je gaat niet met 36 buitenspelers spelen. Lijkt me. Nee, Stengs speelde op 10 afgelopen wedstrijden. Maar nu gaat daar waarschijnlijk een concurrent voor hem bij komen. Want het geduld van Feyenoord wordt beloond. Ivan Ušić gaat nu toch daadwerkelijk volgens 19-08 naar Rotterdam komen. Of dat echt... Ja, dat is nog steeds niet helemaal zeker. Nee, je bent hem nog niet gerust op. Nee, want er is nog niks getekend. Nee. Dat is natuurlijk altijd de vraag bij transfers. Maar hier duurt het allemaal heel lang. We weten natuurlijk allemaal waarom dat is. Zaterdag speelt Dynamo Zagreb nog... tegen AEK Athene in de derde voorronde van de Champions League. Mm-hmm. Daarna zou hij mogen vertrekken. Ja, misschien wel Feyenoord moet maar hopen dat dat gebeurt. Want misschien wel goed om eens te benoemen. Want VI zegt ook dat het nog best wel lastig is. Terwijl 1908 eigenlijk ermee komt van gaat gewoon goed komen. Wat ook wel goed is om te benoemen. Ik zie het ook wel eens op onze website. Dat een transfer heel vaak, wij weten dat iedereen weet het in principe, maar dat je er soms niet stil bij staat, nog alle kanten op kan. Dus wanneer er een mondelinge, of wanneer er kan altijd nog zo'n nu heel populair woord is een hijjack. Zo'n kaping, zeg maar, van een transfer. Dus je weet nooit precies wanneer die echt de done deal is, totdat echt alles getekend is. Nu lijkt het erop dat hij komt. Maar ja, voor hetzelfde geld komt Fiorentina. En totdat alles echt op papier staat, dat is ook waar Ajax natuurlijk nog om vrees met Sutalo. Ja. Die ook wel eraan komt. Ja, nou oké, we gaan dat in de gaten houden. Maar Ruud, ja of nee? Ivan Ušić, Feyenoord? Ik denk het wel. Wel, hè? Ja, natuurlijk. Die komt gewoon. Een ander speler die aan Feyenoord werd gelinkt is João Paulo Bitello.
van Gremio. Ja. Ja, het zal je misschien verbazen, maar er ging bij mij niet direct een lampje branden. Het schijnt een, toch een half goedje voor Pierre van Hooydonk te zijn. Oké. Hij lijkt wel een beetje. Oh, ik heb geen foto gezien. Nou, kijk, hier heb ik hem voor je. Ja, dat is hem. Dat is hem. Heeft er wel iets van weg. 23 jaar. Ja, wel een beetje een onbeschreven blad voor mij in ieder geval. Want het is een beetje categorie Park Sao, wat mij betreft. Dat vond ik ook. Kijk, die blijkt dan echt een hele aardige voetballer te zijn. Maar op het moment dat je hem haalt, weet je eigenlijk ook niet echt. Wisten wij in ieder geval niet wat je naar ze had. Feyenoord hopelijk wel. Nee. Sinister had natuurlijk ook een beetje hetzelfde geval. Is ook een onbekende jongen. Had ook veel moeite om zich aan te passen. Ja, uiteindelijk heel waardevol gebleken. Hij is wel echt multifunctioneel. Hij kan zowel op 6, 8, 10 en hij kan op de flanken. Hij speelt het vaakst op 8 of op 6. Ja. Wat wel goed is dat Delimeo ook nog bracht. In ieder geval het Arsenal ook op het lijstje. Dat is een van de belangrijke pionnen bij Gremio. Wat echt wel ook een prima club is in Brazilië. Was daar ook de grote man tijdens de promotie naar de hoogste divisie. Ja, wat jij zegt. Het is een echte dynamische speler. Dat kunnen ze echt wel gebruiken nog, denk ik. Al komt die Vanusetje nu ook. Ja, zou ik deze jongen dan nog wel graag op middenveld erbij willen zien. Omdat je met Saruki en Wiefer wel echt wat tekort komt. Ja, en een nieuw maatje voor Paxao natuurlijk. Die Danilo weg is. Kan geen kwaad. Nieuwe talk. Kunnen ze samen TikTok-dansjes gaan doen, want daar is Paxao heel bedreven. Ja. Ja. Krijg je die privé doorgestuurd dan? Of, Ja, nee, zeker. Dan zegt hij, joh Dan, doe er even wat mee. Stuur ook eens wat terug. Staan ze voor de spiegel na te doen. Ze hebben op de mail. Ja, kom maar op terug. Dan gaan we door met Ajax, want Ajax heeft de zomeraanwinst nummer 7 uit mijn hoofd gepresenteerd. Anton Guy. Ja. Hebben jullie de uitspraak al afgehamerd, hoe we dat gaan doen? Van Guy. Helemaal goed. Zeker. Doen we dat. Komt over van Viborg FF. Speler 3-4 miljoen volgens mij wordt ervoor betaald. Ja, dat kan nog oplopen met bonussen. De opvolger van Sanchez, hè, die op zijn beurt naar Porto vertrekt. Wat wel echt een hele mooie deal is, denk ik. Voor hemzelf vooral. Interessant spelertje wel, hoor, deze jongen. Vooral aanvallend, heel sterk. Hè. Is een hele lange tijd in zijn jeugd rechtsbuiten geweest. Linksbuiten zelfs. Ook? Ja, naar binnenkomende linksbuiten. Ja, ook op rechtsbuiten heeft hij veel meters gemaakt. Lekker zijn mannetje voorbij. Snel, goed aan de bal, technisch. Ja, waar je dan een beetje, als je hem ziet, aanvallend heb ik niet zo heel weinig vraagtekens. Verdedigend vind ik hem wel gewaagd. Ja. Dest heeft natuurlijk bij Ajax gespeeld, zullen we straks nog even op terugkomen. Daar deed hij mij een beetje ook wel aan denken. Alleen is hij wel fysiek wat sterker. Hij komt wel van Viborg. Dat is niet echt een topclub, zelfs niet in Denemarken. Dus die stap is wel echt heel groot. Ja. Maar hij kan wel een balletje hoog houden, zag ik op de Insta van Ajax. Lekker, toch? Around the world zit erop. Ik vraag me af of Sanchez het ook kan, meer dan 10 keer. Maar wat dat betreft gaan ze erop vooruit. Ja, het is wel een onbewezen speler nog. Ja, zeker. Jongen. Wat wel nog interessant is, is dat ook PSV hem op het lijstje had. Rick Elfrink ontkende het. Maar dat... toen hij Ajax hoorde, wou hij nog maar 1 stap. En op zich, voor Scandinaviërs is Ajax natuurlijk altijd wel een mooie vervolgstap. Ik ben heel benieuwd voor Ranch. Ik ben wel blij dat daar gewoon een goede concurrent bij komt. Of in ieder geval überhaupt een concurrent. Of die goed is, moeten we nu natuurlijk nog van dichtbij gaan zien. Maar die jongen die kan wel wat concurrentie gebruiken. Ook al heeft hij voor zijn doen best aardige start dit seizoen. Wat misschien nog interessanter is, is wat er met Kudus gaat gebeuren. En dan ook direct zijn opvolger, want daar kwam ook een naam voor langs. Kudus is persoonlijk akkoord met West Ham. En dan lijkt erop dat hij eindelijk zijn transfer gaat maken. Ja, van 45 miljoen basisbedrag wat Ajax gaat krijgen. Ik vond hem wel gek, want Brighton is hier niet uitgekomen. Ja. En je kiest dan wel voor West Ham. Nou, West Ham kan niet tippen aan Brighton. Op dit moment hebben ze wel de Conference League gewonnen. Maar Premier League zijn ze echt, hebben ze het hartstikke moeilijk gehad het hele seizoen. Toch in potentie wel een grotere club, denk ik. Brighton speelt wel veel mooie voetbal. Wat wel goed om daarbij te benoemen is dat hij een zaakwaarnemer heeft. Echt een. Ik heb in ieder geval wat geluiden ook over meegekregen en gehoord. En dat schijnt wel echt een bijzondere vrouw te zijn. Die, Jennifer Mendelowitsch. Ja, ik ben blij dat jij... Ik skipte die naam expres. Ja. Want die zou nog wel eens heel moeilijk te zijn in onderhandelingen. En heel lastig zijn ook als tussenpersoon. Dus zowel voor de nieuwe club als voor Ajax. Geef haar ongelijk. Ik heb even haar stal bekeken. Ja, heb ik gezien. Ja. Ze heeft echt, Kudus en voor 5 spelers niks. Zonder club. Dus dit is haar kans. Dit is haar kans om daar een gauw meidje. Maar dat is ook de geleiden, ook in Engeland, maar ook in Nederland, zijn wel echt van deze vrouw maakt het niet makkelijk. Er zijn al meerdere clubs namelijk afgehaakt doordat zij met toch weer andere eisen kwam, wanneer ze best wel dichtbij een akkoord waren. En bij Brighton is hetzelfde verhaal. En die geven daar ook wel redelijk op af. Dus interessant. Pittige tand.
Ja. Wat wel leuk is, daar wil je denk ik nu naartoe, is die opvolger. Jazeker. Daar gaan we eigenlijk wel uitgebreid over hebben. Ja, jij kwam binnen en je zei, daar wil ik de hele week al over hebben, over die jongen. Ja, McAtee, als ik het dan goed James zeg. McAtee. Pannenkoning van Manchester City. Was afgelopen jaar een van de grote uitblinkers in de championship bij Sheffield United. Waar hij mede met zijn goede spel voor promotie heeft gezorgd. Kiest altijd de actie, kan op linksbuiten, rechtsbuiten, op 10. Het is een beetje een Phil Foden light. Heel lichtvoetig, draait heel makkelijk weg. Kiest constant de actie. Kan ook wel redelijk afwerken. Ook zijn cijfers waren echt helemaal niet verkeerd. Met 9 goals en 4 assists in de championship afgelopen jaar. Heeft nog wel een contract voor tot 2026 bij City. En hij is gewoon ingevallen in de eerste Premier League wedstrijd. Guardiola is ook gewoon een groot fan van hem. En heeft hem ook bij de A-selectie gehaald dit jaar. Dus als Ajax hem wil, dan zit er denk ik ook alleen nog maar een terugkoopclausule in. Als ze hem überhaupt willen kopen. Maar dat is nog wel een beetje in vraag. Ja. Of ze hem willen huren of kopen. Ja, precies. Want het is niet zo dat City zegt, deze jongen is uitgerangeerd. Die kan gaan. Behalve, zij hebben hem nu teruggekregen uit de championship. En denken zo, hij heeft flink stappen gemaakt. En dat is ook wel echt terug te zien. Want hij was afgelopen jaar echt, ook in de Engels pers zijn ze lovend over hem. Marktwaarde van 12 miljoen. Dus je komt echt wel weer bij Borges of Forbes bedragen. Eentje uit de koken van Kelvin de Lange. Ja. De nieuwe hoofdscout die natuurlijk jarenlang bij City heeft gezeten. En als ik deze jongen zie, krijg ik al vertrouwen in Kelvin de Lange. Ja, je bent enthousiast. Dit is wel echt een goede speler. Dit is echt, en je hoeft, als je de championship een beetje gevolgd hebt, maar ook als je gewoon beelden bekijkt, ja, dan hoef je echt maar 3 seconden te zien. En je ziet dat deze jongen de bal aan een touwtje heeft. En dit kan makkelijk ook op het hoogste eredivisieniveau in de top mee. Ja, interessant. Wat ook wel interessant was, is dat Spertjan nu weer opnieuw genoemd werd door Fabrizio Romano. Jongen die natuurlijk al een tijdje op het lijstje van Ajax staat. Hij wordt niet alleen genoemd. Fabrizio Romano zegt ook, Ajax is de enige club waar hij naartoe wil. Ja. Dus dat, hij is gewild. Door was een beetje half Europa, als je de berichten moet geloven. Ja. Dat hij heel graag naar Ajax wil, ja. Ze zoeken nog steeds wel 10, dus haal hem maar op. Alleen dan krijg je weer de discussie die gaat oplaaien. Ja, vind je dat Ajax, je kunt als Ajax denken van heb ik scheid aan, of dat je daar heel gevoelig voor bent. Ja, ik denk dat misschien dat er scheid aan heeft en de RVC van Ajax wat meer moeite daarmee heeft. Ja, dat is ook precies denk ik de belangen die ze allebei tegenwoordig. En dat snap ik ook wel dat die gesprekken lopen. Ja. Levchenko was er in deze podcast heel uitgesproken over in ieder geval. En dat snap ik ook alweer met zijn Oekraïense achtergrond natuurlijk. Lastige kwestie. Dan deal van de dag, daar is hij. Wie wil hem aftrappen? Ik wil er wel beginnen hoor. Ik heb ook een hele leuke. Santi Cazorla. Ja, inmiddels 38 jaar natuurlijk, kennen we allemaal van Arsenal, Villarreal. Malaga heeft natuurlijk nog gezeten. Hij is Europees kampioen geworden in Spanje. In zowel 2008 als 2012. Echt een geweldige voetballer natuurlijk. Aanvallende middenvelder. In de tijd dat ze een beetje alle spelers naar Saudi-Arabië gaan voor heel veel geld, is er dus nogal een beetje romantiek. Want hij gaat naar Real Oviedo. Zijn jeugdliefde, waar hij op 18-jarige leeftijd vertrok, is 20 jaar geleden. Hij keert er terug, komen nu uit in de Segunda Division. En wat het eigenlijk nog mooier maakt. Hij gaat het minimumloon verdienen op eigen verzoek. Dat is nog steeds best een aardig accentje, zelfs in de Segunda Division. Namelijk tussen de 80 en 90.000 euro. Mm-hmm. Maar hij heeft ook een voorwaarde gesteld. Voor elk shirt dat Oviedo verkoopt met zijn naam achterop, gaat 10% van de opbrengst naar de jeugdopleiding. Ja, dus echt een mooi verhaal, denk ik. Ja. Ja, zeker. Romantisch. Mooi. Mag ik wel naar hoeveel die zijn zakken gevuld had bij Alsat? Ja, Alsat. Ook wel goed om even te benoemen dan. Ik wou het verhaal niet te kort. Dat sla ik helemaal weg. Krijg je ook een percentage of zo over dit verhaal? Nee, dit speelde hij volgens mij nog onder Xavi. Ik ga het hebben over een absolute cultspits met een bijzonder leven, bijzondere maniertjes en nog die een hele bijzondere uitdaging nog aangaat. Na een moeilijke jeugd met huiselijk geweld mocht hij op zijn 15e een proefstage gaan doen bij Aston Villa van 4 dagen. Toen kwam hij pas op de 4e dag en hij zei dan is pas de oefenwedstrijd, waarom zou ik eerder komen? Bijzondere maniertjes dus. Aston Villa zei hier kan ik helemaal niks mee, dus werd hij gewoon weggestuurd. Vond hij niet erg, want hij is een Birmingham fan. Troy Deeney. Hij stopte vervolgens met school, ging op zijn 16e lekker bij een amateurclub, Chelsea Town spelen, begon met uitgaan en drinken en werd gescout. Toen hij 7 keer scoorde, werd hij gescout door Walsall. Toch wel iets hoger aangeschreven, in ieder geval dan Chelsea. Mooier was dat hij toen stom dronken was, toen hij 7 keer scoorde, maar wel een contractje had verdiend. Nou, uiteindelijk werd het echt wel een hele bekende spits, ook in de Premier League. Hè? Watford, clublegende. Kennen we allemaal toch van die goal. Die moeten mensen even opzoeken als ze hem nog niet kennen, waarschijnlijk wel. Die kent iedereen toch? Dat Leicester in de laatste minuut een penalty krijgt in de playoffs. En dat hij er niet in gaat en 10 seconden later dat Deeney hem erin jaagt. Ja. Heerlijk. Geweldig ventje. Echt een Engelse spits. Robuust, fysiek sterk.
En wat nu extra bijzonder is, is dat hij nu spelercoach wordt in zijn laatste jaartjes van zijn carrière bij Forest Green Rovers, de club van Hector Bellerin, waar Hector Bellerin mede-eigenaar van is. Ja, dat is een hele milieubewuste club, toch? Ja, past precies bij deze jongen, want hij heeft ooit ook nog een keertje vastgezeten toen hij bij Watford zat, aantal maanden voor een vechtpartij. Dus het is een jongen met een handleidingje, maar hele prima spits. En hij wordt nu dus ook wordt die aandeel in de staf. En we hebben dat vaker gezien, hè? Het gebeurt vaker. Ik vind dat wel heel interessant om te zien spelers die dus ook coach worden. Ja. Gullit bij Chelsea. Ja, Gullit. Edgar Volgens Davids. Volgens mij was deze Company. Zomer bij Forest Green Rovers was de eerste vrouwelijke trainer in een van de vier grote competities in Engeland. Dus dat zijn echt trendsetters wat dat betreft. Ja. In ieder geval, ze zijn een tijd vooruit. Mijn deal van de dag is Charles de Ketelare, die natuurlijk aan PSV werd gelinkt een aantal weken terug. Uiteindelijk te duur bleek, want hij gaat van AC Milan op huurbasis naar Atalanta, maar wel met een optie tot koop van 23 miljoen. En dat wilde PSV niet betalen. En dan was vooral zijn filmpje waarmee die aangekondigd werd. Waarschijnlijk voor een gifje op Twitter, als ik hier gescoord had. Wel indrukwekkend. PSV loopt een behoorlijke kuitenbijter. Echt een jongen met pitmis. Hij stond daar te grijzen, te grauw als echt een bulldog. Je hebt hem vast gezien, Den? Ja, ik heb hem zeker gezien, maar dit vind ik nog veel beter. Ja. Kan je nog één keer doen, anders? Oké. Nou, de laatste luisteraars die we hadden... Top, hij schakelde net te laat. Hebben de mensen niet gezien. Dat scheelt. Ja, heel gênant. Zullen we maar doorgaan? We gaan door. Hij komt op YouTube, kun je hem even zien, toch? Ja, op YouTube is hij wel te zien, mensen. Dus kijk daar vooral even. Voor onder 18 niet bekijken. Maar beter dan hoe Emil hem nu in je oortjes deed, gaat het niet worden. Door met PSV, want over PSV gesproken. Niet Charles de Ketelaar, maar wel Jerdy Schouten is inmiddels in Eindhoven gearriveerd. Waarmee het PSV-middenveld inmiddels toch eigenlijk wel overvol is, kunnen we zeggen. Ja, hopen dat Franks niet komt en Sangaré niet blijft. Laten we hopen of we wel. Ja, worden spelen. Ja, die moet natuurlijk komen. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk dat Sangaré dan vertrekt. Anders ga je dat nooit kunnen managen, toch? Dat hangt ook van elkaar af. Dus alleen als Sangaré vertrekt, zou Franks kunnen komen. Maar zelfs nu heb je toch al Schouten, Sangaré en eigenlijk ook Veerman voor twee posities. Die eigenlijk alle drie in de basis moeten. Je speelt elk seizoen tussen de 40-50 wedstrijden. Je hebt ook meer spelers nodig dan 11 basisspelers. Vergeet niet dat je ook nog 4 tienen hebt. Ja, precies. Dus, ze een flink middenveld. En ze hebben echt een zak met geld gevonden in Eindhoven. Dat is ook één ding wat zeker is. Ja, schijnt allemaal uit het Madueke-potje te komen dan, hè? Ja. Maar hoe zou je dat doen als je nu... Ja, want dat is toch een beetje de situatie. Veerman, Schouten en Sangaré voor de 6 en 8 positie, toch? Mm-hmm. Ja, ik ben heel benieuwd hoe Bos dit ziet. Maar ik denk dat ze vol inzetten op een vertrek van Sangaré. Dat kan niet anders. Dat is één ding wat zeker is. Maar ja, er is voorlopig nog geen 37,5 miljoen geboden. Ja, het is slim beleid. Want kijk, als ze dadelijk in de laatste paar dagen opeens een Premier League club met het bedrag komt, dan ben je hem kwijt. En dan heb je dus niemand achter de hand. PSV die doet speelt alles. Al gewoon in. Het is best wel gewoon slim. Ja, alleen op dit moment voelt het dan nog niet heel logisch. PSV en Feyenoord doen wat Ajax nalaat. Van tevoren al anticiperen op een vertrek van een speler. Ja, waarbij Ajax vooral wachten tot iemand gaat. En dan handelen. Doet PSV het nu al. Wat ook gevaarlijk is, want straks blijft Sangaré. En dan zit je met best flinke kostenpost. Maar ik denk dat ze er echt voor over gaan dat hij vertrekt. Ja, ook het nu zou doen. Ja, Veerman blijft sowieso staan. Je hebt een hele goede, getalenteerde nummer 10. Die ik ook niet uit zou willen halen, Babadi. Mm-hmm. En dan als Tilsabari. Ja, en dan heb je dus die Sangaré. Ja, die kan je er nu eigenlijk niet uit halen. Moment kun je ze niet per se uit elkaar halen. Inderdaad, de tandem Sangaré en Veerman. Want ze hebben Bos heeft geen reden daartoe. Ze spelen gewoon echt prima. Nee. Ik zie het wel zitten, moet ik zeggen, Schouten en Veerman. Een beetje Frenkie de Jong Schöne in dat, jaar van Champions League. Ja. Daar kreeg ik een beetje dat gevoel erbij. Dat is precies wat Bos wil, hè? Ook een voetballer in de zes. Ik denk dat hij ook helemaal niet zo heel rauwig is. Hij zegt wel van wel, als Sangaré vertrekt. Nee. Ik denk dat het hem heel goed uit zou komen. Zodat hij gewoon echt nog meer zijn spel kan gaan spelen. Vanuit het middenveld en vanuit achter. Met een voetballer in de zes. Want dat is precies wat er nu eigenlijk nog aan ontbreekt. Al is Sangaré superbelangrijk, hè? Maar Schouten kan dat prima in de Eredivisie. En die kan aan de bal nog zoveel meer. Dus dat is gewoon een hele goede deal van PSV. Echt een hele knappe deal. Dus dat mag ook wel even gezegd worden. Stuart, de transferzomer van PSV. Knap, niet hoor. Gek, hè? Tot zover. Niet gek wat ze tot dusver hebben gedaan. Echt, knap. Serginho Dest, Amerikaanse enclave natuurlijk in Eindhoven. Die kan verder worden uitgebreid. Ja. Wisselende reacties vanuit Eindhoven. Want die heeft afgelopen jaar laten zien nog niet klaar te zijn voor het echt grote werk. Wat was jullie eerste reactie? Nou, als je in de Eredivisie je potjes speelt, is die er natuurlijk wel goed genoeg voor. Ik zou hem blind halen. Ja? Zonder twijfel, 100%. Ja, bij AC Milan kwam die er niet doorheen. Nou, we weten wel, we spraken met Charles de Ketelaar, dat is ook niet zo makkelijk. Calabria stond daar ook op zijn plekje, gewoon een clubheld. Nou, Barcelona, idem.
hoe kom je daar aan de basis? Ook best lastig. Heeft hij echt wel aardige potjes gespeeld, hoor. Veel mensen doen alsof hij daar... Ja, met Koeman toen. Ja, en heeft hij ook best wel redelijke wedstrijden gespeeld. En aan de bal is hij gewoon echt zo'n meerwaarde. Als je nu kijkt, deze speelt veel op rechtsbacken. Die zou dan eventueel nog naar centraal kunnen. Dan kan je met Dest op rechtsback spelen. En in de Eredivisie zal PSV meer dan 65% de bal hebben. 60%. Ja, dan is dit de ideale rechtsback. Ik had hem ook bij Ajax prima terug zien keren. En ik denk, als je hem gaat halen, is dit het goede moment. Want geen enkele club wil hem hebben. En deze jongen heeft nog steeds gewoon een prima restwaarde. En kan met één goed jaar gewoon 20 miljoen waard zijn. En Amerika, hè? Dus het is ook voor je marketing gewoon wederom een slimme zet. Want het is gewoon een grote held in Amerika. Maar er zijn wel veel clubs voor hem in de markt. Jij zegt, geen enkele club wil hem hebben. Inderdaad, niet van het topniveau. Nee, maar wel, bijvoorbeeld Portugal is veel geïnformeerd. FC Porto is met hem bezig geweest. Of dat nog gaat... Wat die gaat worden. Sanchez gehaald. Die kiezen voor Sanchez, blijkbaar. Maar er is echt wel meer dan genoeg interesse. Ik las dat er juist geen interesse was. Ja. Hij heeft geen reclame gemaakt voor zichzelf. In de voorbereiding heeft hij nog gewoon 3 keer de kans gehad. Hè? Bij die tour door Amerika van Barça heeft hij niet zijn kans gepakt. Hij moet nu echt weg. Hakim Ziyech heeft eindelijk een nieuwe club gevonden. Althans, Wilfried Gené meldde dat het wederom misging, maar dat lijkt gewoon niet het geval. Nee. Medische keuring heeft hij doorstaan bij Galatasaray. Ja, misschien maakt het op dit moment ook niet zo heel veel meer uit waar hij naartoe ging, als hij maar wegging bij Chelsea. Ja. Maar op zich, hij komt... ik snap het wel, hoor, dat hij ook voor Goeie ploeg, Gala kiest. Jezus, is dat op papier in ieder geval? Niet normaal, jongen. Je speelt met Zaha op links, Icardi in de punt en Ziyech op rechts. Je hebt Angelino, je hebt echt allemaal goede spelers. Die gaan gewoon echt een geweldig elftal. Ik denk dat je bijna de kampioen voor volgend seizoen in Turkije heb je eigenlijk al. Al is Fener ook een aardig team. Ja, ik wil dat zeggen. Die hebben ook best een aardig team. Ja, met ene Dusan Tadic ook op links. Ja. Die daar echt zijn plekje weer helemaal gevonden heeft. Is daar meteen Zeko toch ook? Ja, Zeko ook inderdaad. Maar je hebt Mertens ook nog bij Galatasaray. Ja, goed, dat is natuurlijk wel op zijn retour, hè, van zijn carrière. Maar qua naam nog steeds aan spreken. Sergio Oliveira, Portugees. Torreira, ja, dat is allemaal wel inderdaad niet meer de Europese top zoals ze dat misschien wel, waar ze tegenaan hikten. Moest Lera nog steeds met de goal, hè? Die keeper volgens mij 30 jaar bij Galatasaray. Ja. Mitje speelt ook nog. Mitje. Demi Bay van Leverkusen. Ja, dat zijn allemaal best, best aardige spelers. Ja, wel flinke loonlijst, denk ik. En natuurlijk Halil Dervişoğlu, niet te vergeten. Zeker. Van Sparta. Goed, hoe dan ook, Hakim Ziyech eindelijk weg bij Chelsea. Daar is hij verlost, dat is wel lekker. Ja. Liverpool gaat het middenveld nog versterken. En naast Sofyan Amrabat, die volgens AD die kant op gaat, is ook Ryan Gravenberch een van de kandidaten. Daar zouden ze 23 miljoen voor willen betalen. Ja. Waarmee Bayern München dus gewoon winst maakt. Want hij kwam voor 18,5 aan mijn hoofd van Ajax. Als je deze jongen voor 23 miljoen op kan halen. Zou Ajax nog aan hem gedacht hebben, denk jij? Ja, ze zijn gek als ze niet hebben geïnformeerd in ieder geval. Ik denk dat hij wel te duur is op alle vlakken. Ja. Qua salaris en transfersom, misschien huur. Ja, is hij nog steeds duur. Ik snap wel dat Liverpool het probeert in ieder geval, omdat ze hem gaan halen. Deze jongen is natuurlijk ook qua fysiek in ieder geval gemaakt voor de Premier League en heeft nog steeds alles van een topmiddenvelder. En dit is weer een beetje zo'n verhaal van het is niet gek dat hij niet slaagt met Bayern als je ziet wie hij voor zich had. En dat is wel Maar je gaat naar Liverpool. Wie heeft hij daarvoor zich? Daarom is het denk ik niet de ideale stap, want je hebt daar eigenlijk het middenveld al bijna staan. Maar er zijn ook een paar jongens vertrokken, toch? Fabinho is weg. Ja, Henderson is weg. Henderson is gehaald. Gakpo speelt vaak op middenveld. Op 10. Dus je hebt daar gewoon maar heel weinig plekjes. En ik vind hem ook wel weer tricky. Maar ik denk dat hij onder Klopp, wat toch wel een coach is die in tegenstelling tot dat wat ze bij Bayern deden, vaak wel spelers echt een kans geven. Dat zag je bij Gakpo ook. Als hij iemand haalt, dan heeft hij er echt een plan mee. Daar is Klopp in ieder geval wel onbekend. Dus wat dat betreft durf ik hem voor hem zeker aan. Ja, dat klopt. Ja. Nee, zeker. Ja, maar zeker. Hij is ook echt fan van Gravenberch. Hè? Klopt. Ja. Dus terecht heeft hij niet persoonlijk tegen mij gezegd, maar dat blijkt uit alle berichtgevingen. Wat nog wel goed is om te benoemen is dat natuurlijk Amrabat nog helemaal geen done deal is. Hè. Dat heeft zijn zaakwaarnemer ook zelf gezegd, ook tegen Voorgemeur zelf, dat het de gesprekken met meerdere clubs nog lopen en dat er geen één echt nog tot een akkoord. Want AD meldde echt van, het is bijna een done deal, het gaat gebeuren. Zover is het nog blijkbaar niet. Als we zijn zaakwaarnemer moeten geloven. Nog een krappe 2 weken, de transferperiode. In ieder geval in Nederland, in een aantal competities is het nog een dagje langer. 1 transfertje, mogen jullie noemen. Wat hoop je nou echt nog dat er gaat gebeuren de komende weken? Eentje. Ja, ik moest wel gewoon aan Donny van der Beek denken. Hij moet daar weg bij United voor zijn eigen situatie ook vooral. Zijn eigen ontwikkeling. Hij zit op een doodspoor. Hij zat ook weer niet in de wedstrijdselectie voor de eerste pot van het seizoen tegen Wolves. Hij moet daar echt weg. Hij leek naar Sociedad te gaan. Maar Sociedad heeft ondertussen die Zakarian, die ook aan Feyenoord, PSV en Ajax werd gelinkt, gehaald. Dat is een beetje hetzelfde type. Ja, ook aanvallende middenvelder.
Ja, dus ja, ik hoop dat hij nog iets vindt. Ja. Ten Hag had hem nog eventjes goed in de etalage gezet. Door te zeggen, ik hoop echt dat hij niet vertrekt. Kan hartstikke veel goals maken, et cetera, et cetera. Maar dat is natuurlijk puur om nog eventjes lekker in de markt te zetten. Ja, dat zou het zijn als hij zou zeggen van... Nee, tuurlijk. Maar ondertussen wat jij zegt, wordt hij nergens meegenomen in de plannen. Dus dan is het duidelijk dat hij gewoon weg gaat. Ik hoop echt dat hij ergens zijn carrière gewoon een mooie doorstel kan geven. Want hij is nog steeds hartstikke goed. Alleen hij heeft 2-3 jaar stilgestaan. Zonde. Ja, jij Donny van de Beek dus. Jij Den? Als ik er toch eentje mag noemen, dan... Ja, ik wil ook wel Nederland noemen. Dan ga ik toch voor Mbuyamba. Omdat ik vind dat hij wel een stap verdient. En dan het liefst in de Eredivisie. Al is Sampdoria ook zeker niet gek onder Pirlo. En onder die nieuwe steenrijke eigenaar. Die gaan zeker promoveren. Dus ik zie dat ook wel als een heel mooi project voor hem. Italiaans voetbal zou hem ook op het lijf geschreven zijn. Maar het zou zonde zijn als we hem uit de Eredivisie gaan verliezen. Al denk ik dat Volendam geen makkelijke onderhandelingspartner is. Als ik het zo een beetje meekrijg van Eiting. Dus dat zal... ik ben heel benieuwd of dat hij nog gaat. Want het is nu wel even stil. Hè? Celtic, Sampdoria, Nederlandse clubs werden een beetje genoemd. Ik denk dat hij wel een transfer verdient. En dat hij qua potentie, dat het ook wel slim zou zijn om nu gewoon alvast die volgende stap te maken. Ja, ik zou het heel leuk vinden als Aster Franks nog naar PSV komt. Ben ik heel enthousiast over. Op basis van wat ik gelezen heb en gezien heb. Dus die gaan we alle drie in de gaten houden dan. Dankjewel voor je cynisch lachje, Danny van Laak. Nee, het is ik heb dat al. Ja, ik ben het er helemaal mee eens, want ik ben ook groot fan van. Goed heren, het was hem voor vandaag. Zijn we er al over uit? Gaan wij nog naar 3 keer per week komende weken? Nee, zijn we er niet over uit. Oké, dan komen we daar nog op terug. Hoe dan ook. Willen mensen dit? Ja, laat het even weten. Ja, hoe dan ook zijn we er volgende week. Ofwel 2 keer, ofwel 3 keer per week. Maar dat merken jullie vanzelf. Mannen, fijne lunch. Tot zo. Here we go. Karim Benzema has gone. Kutju, naar Benfica. Most expensive teenager of all time. Dan heeft hij toch maar zijn data gekregen. Ik was wel verrast, ja. Simons, en daar is hij wel. It's a done deal.